Ben zo terug. Wat te drinken gehaald. Even kijken. Hallo allemaal. Hallo Valentina. Zit, ik moet mijn bril weer opzetten, jongens. Want mijn computerbril. Dan zie ik weer meer. Hallo Valentina. Leuk dat je erbij bent. Ik kijk eventjes op mijn eventjes op mijn telefoon, want ik heb het eigenlijk in principe genoemd van dat ik terug ben na lange tijd en ik wil dat eventjes met jullie delen hoe dat zo komt. Maar ik wacht gewoon nog eventjes of er nog meer mensen zijn. Anders wordt dit opgenomen, dus op zich is dat ook geen probleem. Dus ik wacht gewoon nog eventjes, want ik ben natuurlijk weer onverwachts online. Dat schijn ik vaker te doen tegenwoordig. Dus hallo Bas, leuk dat je erbij bent op deze mooie dag. Ik dacht, ik ga toch proberen dat ik toch een aantal mensen, mijn trouwe volgers, eventjes kan toespreken. Dus ik dacht van, nou, ik ga nog even kijken hoeveel mensen er online zijn. En nogmaals, normaal gesproken wordt dit opgenomen en geplaatst gewoon op de Facebookpagina. Dus mensen kunnen dat altijd nog naluisteren. Dus vandaar. Dus ik wacht nog eventjes. Ik zou zeggen, pak eventjes wat te drinken erbij. Ik wil jullie het een en ander even delen met jullie. Vandaar dat ik het ook genoemd heb van, nou, na lange tijd weer even terug. En dat wilde ik eigenlijk eventjes toelichten. Want voor mijn gevoel heb ik jullie een beetje in de steek gelaten. De laatste 2 maanden is het nou bijna aan de rand. Dus vandaar. Dus. Hoe gaat het met jullie? Hallo Debbie. Hi. Hoe gaat het met jullie als eerste natuurlijk? In deze tijd. Want we zitten natuurlijk nog heel vrij lang in deze periode. En zijn we allemaal coronamoe, laat ik maar zeggen. Dan zou ik een beetje zoals mijn vriendin dat altijd noemt, coronamoe. En, ik heb dat zelf ook wel een beetje, moet ik heel eerlijk zijn. Dus, ik wacht nog even tot er wat meer mensen komen. Ik zou zeggen, pak ook wat te drinken erbij. Debbie, ik ga inderdaad, mochten jullie dat willen, enigszins een kaartje voor jullie trekken. Maar ik wil eerst nog even wat toelichten. Dus, hallo Jamila. Gezellig dat je erbij bent. Zie je, er komen steeds meer mensen nu. Dus ik blijf nog heel eventjes, ik wacht nog eventjes met mijn bericht. En eventueel een kaartje trekken, mochten jullie dat leuk vinden natuurlijk. Maar nogmaals, ik wil nog even wat toelichten. Van de afgelopen tijd dat ik afwezig ben geweest. Jullie zijn altijd trouwe volgers. Dus ja, een beetje waarom en hoe en zo. Is wel fijn om dat eventueel toe te lichten. Ik wacht nog eventjes. Wat meer mensen online. Ik ben er net even bezig geweest met hoe ik met een bepaald speciaal programma, zowel hier op Facebook als dat ik op YouTube tegelijkertijd online ben. Uitzoekerij moet ik zeggen, is me nog niet helemaal gelukt. Dus ik moet dat nog eventjes uit gaan zoeken voor mezelf. En komt goed. Het is wel prettig als ik dan tegelijkertijd op 2 kanalen online ben. Want nu ben ik meestal eigenlijk alleen maar op Facebook live. Hallo Erika. Even kijken. Oops. Ik ga denk ik toch nog even mijn notebook erbij pakken. En weer namen noteren. Hmm.
Dus ik wacht nog eventjes tot er wat meer mensen online komen. Even kijken. Nou, jullie zijn mijn trouwe volgers. Ik schrijf gewoon al jullie namen op voor zometeen eventueel nog even een kaartje te trekken. Vind ik toch even gezellig met elkaar. Ik zou zeggen, deel het eventueel deze link op jullie Facebookpagina als je mensen nog inderdaad... ik heb je al genoteerd Bas, komt goed. Link eventueel jullie pagina, dat al mijn vaste volgers direct weten dat ik online ben. Of als je andere mensen ook een kaartje gunt, deel dan gewoon deze live, hoe zeg je dat? Live link, laat maar zeggen. Of dat je iemand tagt natuurlijk hierin, dat kan ook. Erika. Leuk dat jullie er zijn. Ik hoop dat alles goed gaat met jullie. Yes. Nou, als ik begin mijn verhaal maar vast. Ik ben een tijdje afwezig geweest en dat heeft te maken gehad de afgelopen 2 maanden dat ik en mijn broer. Mijn moeder die is overgeplaatst naar een wooneenheid. Die is beginnend dementerend. En er was een plek vrij van een studio. Nou ja, dat houdt dus eigenlijk in dat je dus aan een minuut... erin moet. Dus we moesten alles binnen 2 weken moesten we alles overzetten, brengen, verhuizen, weet ik het allemaal niet. Dus lang verhaal kort, daar zijn we eigenlijk de afgelopen 2 maanden enorm mee bezig geweest. Mijn moeder is nog niet helemaal gewend, wat logisch is. Ze is al in de war en dan ook nog eens een keer op een nieuwe locatie, ook dat nog eens. Dus alles loopt nog niet helemaal vlotjes. Dus ja, dat is eigenlijk wat de afgelopen maanden zich heeft afgespeeld. Vandaar dat ik ook de afgelopen 2 maanden niet actief ben geweest hier op mijn Facebook. Voor jullie, mijn trouwe volgers. Dus ja, ook de weekkaartreadingen zijn daardoor inderdaad in de slop gekomen. Plus dat mijn laptop qua geheugen ook niet helemaal lekker zit. Dus als ik iets wil opnemen, krijg ik meestal gelijk al melding van nou ja, dat er te weinig geheugen is. Dus... ja, dat is ook wel weer vervelend natuurlijk. Dus alles bij elkaar was het allemaal een beetje een stresssituatie, chaotisch. Ik begin nu pas weer een beetje, hoe zeg je dat, weer tot mezelf te komen. Mijn broer ook, moet ik zeggen, want we werken ook nog eens een keer hiernaast. Dus bij deze, ja, excuses is een groot woord. Maar in ieder geval, ik wilde jullie wel even laten weten wat de reden was waarom ik de afgelopen tijd dus niet... online ben geweest. Dus ik zou zeggen, ja, mocht je nog vragen hebben, stel dat gerust. En feedback mag. Dus dat is eigenlijk de reden waarvoor ik al die tijd ja, niet online ben geweest. Dus ik probeer het zeker wel weer vanaf nu weer langzaam weer in te halen. Dan wel live, dan wel met mijn weekkaarten. Of het deze week gaat lukken nogmaals, dat weet ik dus niet. Het ligt aan het geheugen van mijn laptop. Tja, dan moet ik het natuurlijk gaan opnemen. Want live, dat gaat natuurlijk wel. Maar ja, dat opnemen is natuurlijk een ander verhaal. Dat heeft met het geheugen te maken. Nou ja, ik zou zeggen, leuk voor degenen die er wel zijn. Ik wil even kijken wat jullie interesse is. Ik heb voor vandaag... met 2 kaartjes. Ik doe het gewoon eens een keertje anders. Ik heb daar wel mijn aantekeningen bij liggen. Ik heb met 2 kaarten. De kippenkaarten en de Lenormand Gilded Reverie. Beide van Ciro Marchetti. En dan wil ik voor jullie gewoon een kaartje leggen. Wat uitgebreider. En dat kan ook nu. Want er zijn nog niet zoveel mensen online. Dus dat is dan natuurlijk mooi. En ja, in plaats van dat ik het normaal gesproken altijd aanvoel of iets dergelijks, heb ik zoiets van, nou, wat voor kaartje willen jullie? De Lenormand. Lief dat ik het uitgelegd heb. Nou ja, ik vind het van wel eigenlijk toch wel, Valentina, want als iemand ineens gewoon wegblijft, want dat merk ik bij mijn YouTube kanaal ook. 2 mensen hebben zich
Die zijn weggegaan. Die hebben zich, hoe noem je dat? Geabonneerd. dus ja, twee bezoekers zijn weggegaan. Omdat ik daar natuurlijk ook niet actief bezig ben geweest met mijn filmpjes, met de kaartleggingen. Dus je merkt wel van als je niet actief bent dat mensen toch weg gaan lopen of denken van, nou ja, weet je wel, laat maar. Weet je wel, dat mensen het niet kunnen begrijpen. Dus ik vond toch wel dat ik een beetje uitleg nodig vond richting jullie. Dus vandaar. Het is lief dat je het zegt, Valentina, echt. Helemaal top. Maar ja, sommige mensen die vinden het raar als je dan een hele tijd ineens niks meer van je laat horen. Want ik was natuurlijk echt wel wekelijks was ik echt continu online of dan wel met een weekkaartreading. Ja, en als dan iemand ineens 2 maanden verdwijnt online, kunnen die vragen gaan spelen natuurlijk. Dus vandaar. Dus dank je wel. Een dikke like van mij. Zo. dus ja, of een Lennemann kaartje, wat je leuk vindt, of van de Kipper. Het zijn twee kaarten die min of meer op elkaar lijken, alleen de Lennemann is wat directer. En de kipkaarten die vertellen ook meer het verhaal eigenlijk om alles heen, laat ik maar zeggen. Dus ja, ik kan ook aan jullie vragen van wat willen jullie graag? Je kan bijvoorbeeld de letter L intikken voor de Lenneman en de K voor de kipper als je dat zou willen. Ga ik gewoon voor jullie een kaartje leggen. Toch? En lekker interactief zou ik zeggen. Gewoon lekker met elkaar in gesprek kunnen. Vind ik gewoon hartstikke leuk. Daarvoor dat ik dat online ook heel erg leuk vind om gewoon interactie met elkaar te hebben. Dus zodoende. Dus laat me gewoon even weten wat je leuk lijkt. Dat is de Lennemann. En dit is de Kipper. De Lennemann roept voor jou vandaag. Valentina. Nou, dat is goed. Ga ik voor jou 3 kaartjes trekken, Valentina. Ik vraag even aan alle gidsen en alle engelen welke boodschap ik mag doorgeven aan jou voor de komende paar dagen. Mag ik alsjeblieft 3 kaarten voor Valentina? Eentje die valt er al uit. Nog 2 alsjeblieft. Mag ik nog 2 kaarten voor Valentina? Oh. Ik wil te veel uitvallen. Oh, dat is de tweede. Oké. Wat ik al eigenlijk al zie vanuit de eerste kaart, Valentina, ik weet niet of je iets dat je iets vanuit huis wil gaan werken of dat je een thuissituatie hebt waar je op dit moment mee zit. Want ik krijg in eerste instantie krijg ik het huis. Dat is eigenlijk je fundering, dat is je basis, waar je vanuit eigenlijk creëert voor jezelf. Dat kan zijn met relaties, maar dat kan ook zijn met werk. Dus ja, dat wordt dus echt heel duidelijk neergelegd voor jou vanuit de Lennemann. De sleutel trek ik dan ook inderdaad als tweede. En de sleutel, ik pak heel even snel mijn, want dat kan natuurlijk meerdere betekenissen hebben, de sleutel. Ja, ik weet niet inderdaad of dat je bezig bent om vanuit huis te willen gaan werken. Ik bedoel, het zoeken naar die camera. Want als dat zo is, kan de sleutel aangeven dat er binnenkort inderdaad nieuwe deuren geopend kunnen gaan worden. Een nieuwe start ergens mee. En ik vind eigenlijk altijd met de sleutel vanuit de Lenneman, vanuit mijn eigen intuïtie. Ja, je bent vanuit het nieuw huis. Oké. Nou ja, de sleutel geeft dan in dit geval echt aan nieuwe kansen. Er gaan nieuwe deuren openen voor je voor de komende tijd. Dus wees daar alert op. Want ja, soms kunnen de dingen inderdaad aan je voorbij gaan en dan ben je net te laat om het te kunnen grijpen. Dus vlieg uit, want je ziet ook dat de kooi open staat, de deur staat open. Dus durf echt jezelf naar buiten te treden voor jezelf, buiten je comfort te gaan, misschien, juist daardoor. En daardoor krijg je dus nieuwe kansen, een nieuwe deuren geopend worden. En ik heb de boom, en de boom staat ook voor groei in dit geval. En ik vind het wel leuk met de boom dat je dus die regenboog ziet. Dat geeft dus ook heel veel aspecten. Ik zie dat eigenlijk meer dan ook vanuit de chakra's. Zo'n regenboog met de kleuren.
Want de kabbala staat er ook op in de boom. Dus echt heel die opbouw van de kabbala, die staat er ook. Dat betekent echt een enorme groei die je gaat maken binnenkort. Als je die kansen aanpakt die dus op je pad gaan komen, die nieuwe deuren die gaan openen. En ook al voelt het voor jou heel erg vreemd dat je buiten je comfortzone moet gaan, maar doe het gewoon. Want de boom geeft gewoon echt duidelijk ook aan echt hele mooie groei. Dus ik zou zeggen van ga er lekker voor. Ja? Dat waren jouw kaartjes van Atina. Ik zet even krul achter je naam, anders dan loopt. Debbie wil ook graag de Lenormand. Oké. Okay. Nou, even de kaarten even terug plaatsen. Zo. Voor Debbie. Debbie wil graag de Lenormand. Alsjeblieft, Valentina. Ik hoop dat je... Ja, dat is echt gaaf hoor. Dat je vanuit je eigen huis... kan gaan bouwen. Oké, Debbie, ik ga je vragen aan alle gidsen. En engelen om je heen. Oeps, er valt er al één uit. Welke boodschap ik voor jou door mag geven. Nog twee kaarten alsjeblieft. Dat is deze. Oké, Debbie. Is er iets inderdaad waar je op dit moment... mee bezig ben of mee in gedachten zit je of met een nieuwe relatie of met een nieuwe werksituatie dat je een gesprek hebt met hetgeen want ik zie in het midden ligt dus de man, maar dat kan dus alle kanten op gaan, want ik zie in de eerste kaart zie ik de sterren, dus of de maan. De maan heeft twee kanten. De maan heeft dus inderdaad een soort van oké, wat is het heel duidelijk wat je heel graag wil? Zit je in conflict met binnen van jezelf? Hallo Christine. Zit je van binnen inderdaad in conflict met jezelf? Van, nou ja, weet je. Durf ik een andere kant van mezelf te laten zien? Durf ik een andere pad van mezelf op te gaan? Dus ik weet het niet. Heeft met een manspersoon te maken? Het kan op werkgebied zijn dat je nu een gesprek aangaat. Of is het inderdaad iets met de liefde? Ik zie ineens alles voorbij komen. Mijn excuus, Margriet. Ik moet even naam opschrijven, anders raak ik deze mensen allemaal kwijt. Gabi. Oké. Dus ik weet niet inderdaad precies wat het is, Debbie. Wat er speelt op dit moment voor jou. Misschien dat je met feedback even kan komen. Dan kan ik wat meer intuïtief in gaan voelen. Want de bergen liggen dus als laatste. En de bergen geven dus heel duidelijk aan. Hallo Monique. De bergen geven heel duidelijk aan. Of het is een uitdaging. Dat je het voor jezelf een uitdaging kan zien. Of het is inderdaad dat je op dit moment even voelt. Dat het voor jou zwaar voelt. De energie om je heen. Dat je even niet weet welke kant je op kan. Zeker omdat de maan erbij ligt. Ik ga heel even kijken in mijn aantekeningen. Ik hoop dat jullie dat niet erg vinden, dat ik mijn aantekeningen erbij pak. Oké. Ja, weet je, de maan ligt toch echt wel voor werk. Ik weet niet, Debbie, in hoeverre jij op gebied van werk... nieuwe kansen heb of iets dergelijks. Want ik zie voor jou heel veel uitdagingen. En het is aan jou om te kijken. Oké, is het voor jou van je ziet tegen enorm als een berg ergens tegenop. Of zie je het als een uitdaging? Ga je het voor jezelf aan? Ga je voor jezelf de schouders eronder zetten en zeggen van nee. Ik ga het als een uitdaging zien in plaats van dat ik er als een berg tegenop kijk. En dat geeft de maan dus ook aan. Het heeft ook twee kanten. Hè? Net zo goed als de bergen. Dus ga goed van binnenuit voor jezelf na. Hoe is je perspectief?
En ik denk dan inderdaad naar de, als ik dan kijk naar de trouwkaarten die er gehangen, dat is ook inderdaad van durf het gewoon eens een keer letterlijk van een hele andere kant te bekijken, ook ondersteboven desnoods. Een beetje raar natuurlijk om op je handen te gaan staan, maar ik bedoel maar probeer het inderdaad van een andere kant te bekijken, een heel ander perspectief. En dan zal je ook zien dat je natuurlijk een heel andere uitkomst zal gaan krijgen daardoor. Dus dat is eigenlijk voor jou, Debbie. Het is jammer dat ik even geen feedback krijg, want anders had ik dan nog verder op in kunnen gaan. Oké, voor de nieuwe mensen die aangeschoven zijn, laat ik maar zeggen. Welkom weer. Voor mij na lange tijd dat ik weer een keertje lekker online kom, even gezellig met jullie in gesprek kan. Ik heb twee kaartendecks heb ik op dit moment. Geef het even aan. Ik heb de Lenormand kaarten. Of ik heb de kippenkaarten. Die zijn beide van Ciro Marchetti. Dus kijk eventjes wat voor jou. Debbie allebei wel. Oké, Debbie. Nou ja, weet je. Het is gewoon voor jou heel belangrijk om, om even goed inderdaad voor jezelf te bekijken. Als je nu ergens tegenaan kijkt, heel erg. Ga dan eens een keer, zoals de maan zegt, van een heel ander perspectief de situatie aan. Van een hele andere manier. Daardoor kunnen er weer nieuwe zicht voor jou ervoor komen. Dat je het kan zien als een uitdaging om dus iets juist aan te gaan voor jezelf. Je wil graag ander werk. Nou ja, die man die stond er dus ook inderdaad ook voor. Wie weet dat er inderdaad misschien op je, iemand op je pad gaat komen straks. En dat die persoon jou dus verder kan en mag gaan helpen. Dus dat zou natuurlijk helemaal goed zijn, toch? Dus dat is wel de mooie boodschap in principe, wat de Lenormand van jou geven in ieder geval. Hartstikke top. Ik doe even mijn haar vast, want jullie worden er ook gek van, denk ik. Continu mijn haar. Even zo. Ik gebruik jullie als spiegel, zo. Voor de camera. Ja. Oké. Jongens, geef even aan of dat je een kippenkaart wil. KB wil ook een kipper. Ik schrijf even de letters erachter. Monique die zegt van het maakt niet uit. Oké. Bas, ik weet niet of jij nog een kaart wil. Ah, Bas leelde Lennemanaal, sorry. Ja, dat had ik al genoteerd. Mijn excuus. Even zien hoor. Jamila, wat voor soort kaart wil jij? De Lenormand of de kippen? Wat goed voelt voor jou. Erika, dat geldt ook voor jou. Geef eventjes aan. Margriet zegt de Lenormand. Oké, top. Oké. Dan ga ik met Christine verder. De kipper. Degene die dus aangeeft welke kaarten... Die pak ik gelijk even op. Dus ik ga nu bij Christine. Ik ga aan de kippenkaarten vragen welke boodschap ik voor jou door mag geven. Ik vraag aan alle gidsen en engelen welke drie kaarten. Nu is er al één. Welke drie kaarten ik mag trekken voor een boodschap voor Christine. Christine. Dus de tweede kaart, Christine. Laatste kaart, alsjeblieft. Ik mag nog één kaart. En dat is de derde. Oké. Ik pak even mijn aantekening bij, want ik zit eventjes met één kaart. Oké. Christine, ik krijg als eerste de dief. De kippenkaarten geven niet specifiek, er staan wel personen op, maar het is meer eerder een verhaal. Ik weet niet of je op dit moment het gevoel hebt dat je iets kwijt bent geraakt, dat er iemand je iets heeft aangedaan, je gekwetst hebt, op wat voor manier, of dat je iemand bent kwijtgeraakt, op wat voor manier. Het kan ook dieren zijn natuurlijk, of een baan bijvoorbeeld. De tweede kaart, Beth Held. Geeft dus eigenlijk aan dat je op dit moment in een soort van rustpose bent. Dat het op dit moment ook heel goed voor jou is juist om even weer energie op te gaan doen voor jezelf.
te zorgen dat je wat meer weer in je kracht mag gaan staan voor jezelf. En dat is voor deze komende periode voor jou heel erg belangrijk. Gewoon dat je even weer dat stukje naar binnen weer mag gaan doen voor jezelf. Even bij jezelf terug. Niet te veel hooi op je vork nemen. Echt gewoon nu meer voor jezelf gaan opkomen en zeggen van nee, dit is mijn grens. Ik heb nu even mijn tijd en mijn energie nodig om er even bij te tanken voor mezelf. Ik zeg altijd tegen mijn vriendin van mijn accu is eventjes op dit moment leeg. Dus ik moet er eventjes weer bij tanken. En als het weer goed gaat, dan horen jullie mij weer wel. Dus dat eigenlijk. Het kind houdt dus eigenlijk in een nieuw begin. Je moet het zien als zijn met kinderen. Ga je weer opnieuw leren weer de dingen op te pakken. Misschien ook inderdaad van de andere kant te bekijken. Maar ook weer nieuwe kansen, een nieuw begin. Dus als je er gewoon goed voor zorgt voor jezelf. Dat je weer eventjes bij kan komen, Christine. Geef de kaart het kind aan vanuit de kipper. Zullen de nieuwe kansen voor jou en nieuwe deuren gaan openen. Dus voor jou eventjes de boodschap. Stapje terug. En dan weer vier stappen vooruit. Laat ik maar zeggen dat er weer nieuwe kansen op je pad gaan komen. Ja, ik hoop dat het voor jou resoneert. Oké, alsjeblieft Christine. Helemaal top. Helemaal top. Helemaal fijn. Oké. Even zien hoor. Nee, Jamila, je hebt nog geen kaart gekregen. Want ik had gevraagd inderdaad of dat je een Lennemarble kaart wilde hebben. Of een kippenkaart, wat voor jou goed voelt. Dus kijk eventjes welke kaart set voor jou het meest aantrekt op dit moment. Voor nu. Even zien hoor. Ik had, ja, Kabi die wilde ook graag van de kippen. Laten we dat eventjes doen. Oké. De kippenkaarten. Ja, de kippenkaarten zijn al heel erg leuk. Die zijn toch weer anders dan de Lennemar. Die geven wat meer een verhaal dan dat ze echt specifiek puntgewijs met de Lennemar heel direct zijn. Oké, voor Gabi. Wow, er vallen ineens heel veel. Dat is te veel, jongens. Voor Gabi. De gids en de engelen, mag ik alsjeblieft drie kaarten. Een boodschap voor Gabi voor de komende tijd. Dat is de 1. Alsjeblieft nog twee kaarten. De energie voor de komende tijd voor Gabi. Eén kaart alsjeblieft. Yes. Oké, Gabi voor jou. Oké. Ik heb als eerste een boodschap. Er komt een boodschap voor jou binnen. En dat is van een instantie. Ik weet niet inderdaad qua instantie. Ik weet niet of dat je met huizen bezig bent. Ik weet niet waarom ik dat nou doorkrijg. Een huis. Maar of het is inderdaad met een baan. Of dat je echt op een boodschap zit te wachten op dit moment. Die gaat dus voor jou binnenkomen. Ik zal even kijken van een tijds. Dat kan dus ongeveer 7 dagen duren. Dus binnen nu en 7 dagen kan je dus een bericht binnen gaan krijgen. Courthouse is toch wel. Kijk voor de zekerheid mijn aantekening bij. Ja. Maakt niet uit wat voor instantie het is op dit moment. Kan goed nieuws zijn. Dus er kan binnen nu en 7 dagen een goed bericht, een positief bericht binnenkomen voor jou. Van een of andere instantie. Dus ik weet niet inderdaad of je op dit moment daarmee bezig bent. Laat het me even weten, feedback. En daarnaast zie ik dus inderdaad de kaart van Change. Een duidelijke verandering voor jezelf. Dus er kan inderdaad aan de hand van de nieuws wat je binnen gaat krijgen. Dat er een grote verandering voor jou kan gaan plaatsvinden. Dus eigenlijk vrij kort verteld door de kipper aan jou. Opleiding UWV. Nou, het is in ieder geval een positief bericht dat de kaart aangeeft binnen nu en 7 dagen. Dus laat het mij weten. Ik ben wel heel erg benieuwd weet je wel, wat het voor jou gaat brengen. Dus helemaal top. Dus hou me op de hoogte, Kabi. Want ik ben echt benieuwd. Leuk, Christine.
De feedback, dankjewel. Je hebt ook iemand verloren. Ach, meis, gecondoleerd. Ach jee. De cursus kindercoach. Oké, nou, dat kwam ook heel goed dan weer. Dat is dan weer heel duidelijk het plaatje wat de kipper aangaf. Dus perfect, toch? Nou, in ieder geval een ondersteuning voor jou en een bevestiging. Alsjeblieft, Christine, top. Voor Gabi, ook ben benieuwd inderdaad wat het je gaat brengen. Toestemming te wachten. Nou, ik vind het echt leuk om van jou de feedback te horen dan, Gabi. Of dat echt zo is, dat je dus bericht gaat krijgen deze week. En of dat positief is. Laat het me weten, want ik vind het altijd heel erg leuk om die bevestiging ook naar mijzelf toe. Maar wat kaarten aangeven en of het ook echt daadwerkelijk uit gaat komen. Dus laat me weten. Spannend. Echt spannend. Ortwina, hallo. Welkom ook. Ik leg 3 kaartjes. En dat is of van de Gilded Reverie Lenema. Of van de Kipper. En kies gewoon voor jezelf wat voor jou het beste voelt. Oké, nou, ik heb Gabi ook gehad. Jamila. Jamila, was je ook weer Jamila Lenema? Oké. Jamila. Ik ga voor jou de Lenema kaartjes trekken. Helemaal goed. Ik vraag aan de gids en de engel alsjeblieft. Mag ik 3 kaarten ontvangen voor de energie voor Jamila voor de komende week? Ik vlieg er al gelijk 1 uit. Mag ik alsjeblieft nog 2 kaarten? Nog 2 kaarten. Nog 1 alsjeblieft. Yes. Oké. Jamila, ik heb voor jou. De komende tijd zal je wat meer in gezelschap zijn van vrienden, familie. Of je gaat erop uit naar een of andere voorstelling of een evenement. In ieder geval leuke sociale uitjes, in ieder geval voor jou, voor de komende tijd. Het anker geeft dus heel duidelijk aan, je basis is heel erg belangrijk voor jou voor de komende tijd. Dus dat je voor jezelf wat meer vastigheid kan gaan creëren voor jezelf. Laat je ook niet, ik denk eerder inderdaad, laat je door... Je wordt in principe eigenlijk voor de komende tijd getest met oude patronen. Dus oude patronen. En laat je niet van de wijs brengen, zegt het anker. Het anker is inderdaad gewoon van... ze gebruiken het ook wel bij de NLP. In die zin van... dat je dus een woord gebruikt of een klank of een liedje. Of een sieraad. Wat voor jou, zodra je dus het voorwerp beetpakt of dat liedje gaat zingen of een woord of een klank maakt, dat je dus even weer eruit gesnipt wordt als je weer een trigger krijgt van het oud zeer, dat je weer terugkomt in het hier en nu en dat je jezelf weer op betere grond neer kan zetten. Dat is eigenlijk een beetje wat het anker aangeeft. Misschien is het wel dat je iemand gaat tegenkomen, wie weet, met een sociaal uitje of via vrienden, dat je weer enigszins getriggerd wordt door personen of situaties. Dat je weer even terug herinnert wordt aan, nou ja, wat er onderliggend is, oud zeer. En dat het anker zegt van, nee, blijf goed bij jezelf. Herpak jezelf, want je kan het. En zie het niet somber in. Want meestal met een trigger, ik heb dat zelf ook wel gehad. Met een trigger kan het zijn dat je dus zodanig teruggezogen wordt dat je het weer eventjes, dat je jezelf rot voelt. Nee, zegt de wolken, want daarachter ligt de zonneschijn en laat die zon er echt doorheen schijnen voor jezelf. En dan samen inderdaad met dat anker maak je jezelf zo sterk, dat je de ademminuten weer uitkomt. En dat je zegt van, hey, nee, ik zet mezelf weer sterk neer en ik ga ervoor. Yes, dus ik hoop dat dat voor jou resoneert, Jamila. Dat was voor jou de 3 kaarten. Ga ik naar Bas. Bas wil ook graag een Lenormand kaartje. Ik ga ze even shuffelen. Shuffelen. Zo. Oké, Bas. Vragen we naar gidsen en engelen. Welke 3 boodschappen
voor die kaart die ik mag ontvangen voor een boodschap voor Bas. Ik had de energie voor de komende tijd. Dat is er al één. Welke kaart mag ik ontvangen voor Bas? Twee kaarten alsjeblieft. Ik mag alsjeblieft maar twee kaarten ontvangen. Oh, oké. Oké, Bas. Gaan we de zekerheid even kijken, omdat ik het goed interpreteer voor je. Yes. Ik heb de beer voor jou. De beer geeft aan dat jij een sterke wilskracht hebt van binnenuit eigenlijk. Als je dat gevoel niet hebt, kan dat aangeven dat je dat mag gaan aanraken voor jezelf. Het boek heeft verschillende betekenissen. Het kan wel zijn of dat je een nieuw hoofdstuk gaat beginnen voor jezelf, op wat voor gebied dan ook. Het kan ook zijn dat je een hoofdstuk gaat afsluiten voor jezelf. Dat je ergens mee klaar bent. Want op de derde kaart is namelijk, zijn de vogels. En de vogels staan voor kwetteren, staat voor heel veel praten. Het kan ook zijn omtrent, het ligt niet als zijnde negatief, als zijnde van dat er geroddeld wordt over je. Maar er wordt gewoon heel veel gepraat, heel veel gekwetterd. En ik denk eigenlijk, als ik het dan zo bij elkaar zie, is eigenlijk dat je daar klaar mee bent. Ook dat andere mensen over een bepaalde situatie van jou spreekt. En dat je echt nu meer de schouders eronder gaat zetten voor jezelf. Voor jezelf mag gaan kiezen en kan gaan kiezen voor jezelf, als je dat echt wil. De kaarten geven aan dat dat ook kan. Dus het kan ook zijn dat je een hoofdstuk afsluit daarmee. Oftewel dat je echt iets nieuws gaat aanpakken voor jezelf. En ik weet niet inderdaad of je daarmee bezig bent met iets nieuws. Was. Niks te danken, Jamila, alsjeblieft. Wat doe je nou? Een kipper. Het bleef van Irika. Irika had ik wel gezien, toch? Wat een soort kaartje jij wilde. Maakt er voor jou niet uit. Oké. Okay. Dus ik weet niet, Bas, hoe het voor jou is dat je zegt van nou, ik ben al met iets nieuws bezig, of het klopt dat ik ergens klaar mee ben, dat ik gewoon echt totaal iets anders wil voor mezelf. Ik hoop dat de kaarten voor jou geresoneerd hebben. Ik kijk eventjes op mijn telefoon, zodat je ook eventjes naar beneden kijkt. Dat is natuurlijk niet, niet de bedoeling, maar... Oké, even kijken. Bas heb ik gehad. Ik ga gelijk door met de Lenormand. Dat is wel eigenlijk wel handig. Die heb ik nou toch in mijn handen. Gaan we naar Margriet. Margriet, we gaan even kijken voor jou. Nou, wat voor boodschap ik voor jou door mag geven. Nou, ik krijg gelijk al de vrouw. Je bent zeker met iets bezig. Oké. Nou, Bas... Ik stop even met schudden, sorry hoor Margriet. Bas, dus de kaarten geven heel duidelijk aan van met de beer. Je bent krachtig genoeg om echt die stappen voor jezelf te gaan ondernemen. En dat komt zeker goed. Want het boek geeft aan, nieuwe kans, nieuw hoofdstuk. Dus je mag je volledig nieuw gaan oriënteren naar waar je heen wil. Yes? Oké, Margriet. Yes, hallo Margriet. De eerste kaart die eruit viel was de vrouwspersoon. Ik zeg wel heel veel. Dat je jezelf wat meer in het centrum mag zetten. Dus in het centrale plekje voor jezelf. Voor jouw familie. Mensen om je heen. Of misschien op je werkplek. Dat zou ook nog kunnen. Welke twee kaarten mag ik nog meer ontvangen? Klopt het dat je misschien op dit moment met een keuze staat? Dat je even niet weet welke deur je dus eigenlijk door wil, of welke kans je wil aangrijpen voor jezelf, of ben je in tweestrijd met iets, Margriet? Mag ik nog één kaart, alsjeblieft? Deze wilde uitvallen, maar... De klaver geeft aan dat het eigenlijk allemaal ten goede komt. De klaver is een van de positiefste kaarten van de Lenormand. Geeft ook aan. Vind ik wel leuk, want deze die wilde eruit vallen.
De ruiter is eigenlijk van goed nieuws en dan ook vrij snel nieuws wat je binnen gaat krijgen. Dus ik weet niet inderdaad of dat er iets op dit moment speelt voor jezelf. Het spel staat ook voor communicatie, voor jezelf in beweging komen. Dus wie weet. Het kan ook zijn iemand die dus inderdaad echt persoonlijk goed nieuws bij je komt brengen. Ja, en de klavers geeft eigenlijk gewoon heel duidelijk aan. Ja, klavertje 4, hè, wat we vroeger als kind zijn natuurlijk probeerden te zoeken altijd in het veld, tenminste ik wel. Is heel zeldzaam en ja, weet je, deze twee kaarten staan echt gewoon voor goed nieuws, goede uitkomst. Alles komt echt helemaal op zijn pootjes terecht. En ik weet niet inderdaad met wat voor soort keuze je staat op dit moment, maar durf te vertrouwen op je eigen intuïtie. En dat komt gewoon goed, hoe dan ook. Je wacht op nieuws, oké. Okay. Nou, vanuit dat nieuws, dan moet ik het eigenlijk omgedraaid zien. Tenminste, zover ik het dan zo aanvoel. Vanuit dat nieuws ga je dus de juiste keuze maken. Laat ik het dan zo zeggen. En dat is alleen een positief nieuws. Dus ja, de kaarten geven echt duidelijk aan heel positief nieuws. Dus yes, alsjeblieft, Margriet. Oké. Gaan we naar Erika. Ik weet niet of ik nog mensen ben vergeten die inmiddels binnen zijn gekomen. Nee, meer mensen zijn niet binnen. Tag eventueel mensen of plaats eventueel deze link op jouw Facebookpagina. Want dan weten andere mensen dat ik dus gewoon online ben. Ik ga het gewoon voor mezelf ook even doen. Ik ga mezelf eventjes op mijn andere pagina. Mijn hoofdpagina even aangeven dat ik live ben. Even wat typen, dames en heren. Zo. Hoppa. Ik ben er weer. Ik heb mezelf ook even gelinkt. Dus heb je inderdaad dat je iemand anders ook nog een kaartje gunt. Link dan deze pagina nummer. Of tag iemand hier. Yes. Erika. Ik ga voor jou een kippenkaart doen. Vind ik leuk. En ook voor Monique. Voelt goed. Kippenkaart. Kippenkaartjes. Dat is wel heel erg leuk, vind ik, die achterkant. Een soort joker. Oké. Erika, ik ga voor jou even vragen. Je krijgt zelf kippen door, Monique. Oké, top. Nou, die kreeg ik dus ook door. Je krijgt zo de lezing, Monique. Ik ga eerst Erika doen. Erika, welke boodschap mag jij ontvangen? Voor de energie voor de komende week. De kaarten zijn een beetje eigenwijs vandaag. Dat is je tweede kaart. Oké. Oh, dat is te veel, jongens. Met de boodschap. Oké. Erika. Ja, het is niet altijd goed bericht. Ik heb hier voor jou message of concern. En ik heb voor jou hier false person. False person hoeft niet echt per se te zeggen een valse persoon of iemand die je niet kan vertrouwen. Hallo Marieke, hi. Je gaat binnenkort bericht ontvangen. Waar je eigenlijk niet op gehoopt hebt, waar je op hoopte. Het bericht wat binnenkomt is niet het antwoord waar je op wachtte. En de false person geeft dus ook echt aan dat het dan eigenlijk een bericht is wat voor jou totaal out of the blue bij jou binnenkomt. Waardoor je dus eigenlijk een beetje, ja, van je stuk gebracht wordt. Het is gewoon iets wat jij, ja, totaal niet verwachtte in principe.
En eigenlijk kan je daar het gevoel van krijgen van imprisonment, dus dat je eigenlijk jezelf daardoor gevangen voelt, omdat je dan denkt dat er geen andere uitweg is, maar die is er wel. Ik ga even met de Lenormand even een verklaring doen, want deze kaarten zijn best wel heftig voor jou, Erika. Dus ik ga even een verklaring vragen. Even een verklaring op deze drie kaarten. Want het lijkt wel dat er eigenlijk het bericht waar je op zit te wachten is dat iemand jou iets heeft verteld. Zo van daar en daar kan je dus toch op gaan vragen en het komt allemaal goed en blaadje blaadje. Die hebben het heel erg, hoe zeggen dat, mooi voorgeschoteld. En wat je daarop teruggekoppeld krijgt, blijkt dus dat het helemaal niet zo is. Ik trek voor jou nog even extra drie kaarten. Nou, duidelijk inderdaad dat het om jou gaat. Dit geeft dus inderdaad aan dat er dus iets wat jij dus eigenlijk neer hebt gezet, totaal weggeveegd wordt. En dat er inderdaad iets is wat er niet is. Een slang kan ook zijn dat je de kracht hebt om uit jouw benarde situatie dan te krijgen. Of in ieder geval je verwachtingen om te kunnen turnen. Van wat je binnenkrijgt qua bericht. Dus dat je krachtig genoeg bent om de andere zijde ervan te zien. En toch jezelf als vrouw zijnde zodanig neer kan zetten met alle energie van binnenuit. Ja, weet je wel, dat je er bovenop kan komen. Alleen het is niet leuk dat je binnenkort inderdaad een bericht binnen gaat krijgen, Erika. Waar jij dus absoluut ja, dat niet op dat antwoord zat te wachten. Dus dat het duidelijk voor jou van je stuk kan brengen. Maar de kaarten geven wel heel duidelijk aan dat je er wel echt bovenop kan komen. Als je volledig ja, vanuit je vrouw zijn, vanuit de sterkte van binnenuit. Het probeert van een andere kant te zien. Zoals een slang inderdaad zichzelf vervelt en weer helemaal vernieuwd neer gaat zetten. En dan van de andere kant gaat bekijken. Dus misschien dat je feedback wil geven, Erika. Misschien dat ik nog meer door mag krijgen van jou. Hallo Mariette. Ik leg één van deze twee kaarten leg ik. Dat is vanuit de Lenormand of de Kipper. Voel even aan voor jezelf welke kaart set jou het meeste aantrekt. Erika. Ja, het is best wel heftig. Het is niet zodanig dat het. Hoe zeg je dat? Tuurlijk is het geen fijn bericht wat je gaat krijgen, maar het is niet zodanig dat je totaal bijvoorbeeld een huis kwijtraakt of een baan kwijtraakt. Het is alleen niet het nieuw. Kijk, als je bijvoorbeeld. Ik geef maar heel stom klein voorbeeld hoor, maar veronderstel iemand heeft gezegd van ja, die lamp is daar en daar te kopen. Blaadje blaadje, je gaat een bestelling doen en je krijgt een bericht terug. Zo van sorry, maar we verkopen het niet meer. Het is uit de collectie, laat ik maar zeggen. En dan ben je gewoon ja, je bent dan eigenlijk voor je stuk, maar je denkt: Godsamme, weet je wel, ik had het me helemaal op mijn zin opgezet. Ik wilde per se dat item hebben en dan blijkt dat het gewoon niet meer gemaakt wordt. Oké, je weet van jezelf dus niet, Erika, wie het is of waar het over kan gaan. Nou ja, weet je, de kaarten hebben je in ieder geval een waarschuwing gegeven. Een waarschuwing in die zin dat je jezelf nu sterker neer bij beide benen op de grond kan staan. En dat je in ieder geval minder van je stuk zal zijn, laat ik maar zeggen, voor wat er binnenkomt. Dus dat is natuurlijk al heel erg voordelig, natuurlijk. Dus ja, weet je, in die zin. Dus nou, ja. Het spijt me dat ik in ieder geval geen beter bericht voor jou heb vanuit de kaarten. Zo kan je het maar weer zien dat niet elk bericht ja, even positief is. Ja, ik zou zeggen haast niet bedankt, maar
Maar het is wel fijn dat de kaart, dat vind ik dan wel weer mooi, dat in het hier en nu, dat de kaarten je wel een soort bevestiging of een waarschuwing kunnen geven. Waardoor je dus wel sterker ja, er bovenuit kan staan, er bovenop kan staan. Weet je wel, zo van oké, ik ben dus nu inderdaad voorbereid. Laat ik het zo zeggen. Dus vandaar. Oké. Monique. Yes, Monique. Je wilt ook een kipper. Monique. Gaan we jou even kijken. We gaan ook weer even shuffelen. Zo. Oké. Gidsen, engelen, mag ik alsjeblieft 3 kaarten voor Monique? Voor de energie voor de komende tijd. En dan valt er nog 1 uit. Nog 2, alsjeblieft. Oh, nog 1. Oké. 1 kaart, alsjeblieft. 1 kaart voor Monique. Oh. Oké. Monique, ik heb voor jou de journey. Ik weet niet of jij op dit moment met iets nieuws bezig bent, een activiteit, of dat je iets wil gaan bereiken voor jezelf, dat je daarmee bezig bent. Ik heb daarbij in het midden ligt dus de main female, dus eigenlijk de. Zo, ik kan even niet op de naam komen. Dat is ja, de main card, dus de persoonskaart, hè, dankjewel. De persoonskaart, dus het gaat heel duidelijk inderdaad puur alleen en alleen maar om jou. Dus niet van mensen om je heen, nee, echt jouw ervaring. Dus ik weet niet of dat het iets is waar je op dit moment mee bezig bent. Het kan ook op een reis betekenen, dus in beweging zijn om ergens heen te gaan, dus iets te kunnen bereiken voor jezelf. En ik heb daarbij dus de pathway. Dat is ook iets ergens aan werken voor jezelf. Dus in principe zijn deze 2 kaarten eigenlijk iets van dat je een bepaald doel hebt uitgezet voor jezelf waar je heen wil. En dat kan in elke situatie zijn, zegt de pathway. Dus ergens waar je over zit te denken of dat je wil gaan veranderen voor jezelf. Ja, en ook nu de kaarten geven niet heel duidelijk aan. De pathway is wel iets qua tijdsbestek. Oké. Dankjewel Monique voor je feedback. Want hoe meer feedback ik krijg, hoe meer ik nog meer door kan krijgen. Dus daarvoor vraag ik altijd om feedback. Daarom vind ik dit altijd heel erg leuk, de interactie. De pathway geeft wel aan dat het wel een tijd gaat duren. Dus dat je wel geduld moet hebben voor datgene wat op je pad gaat komen, wat je echt wil. Of wat je wil gaan bereiken. En ja, waar denk ik dan aan? Ik denk toch zeker wel 1 jaar. Dus het gaat langzaam en gestaag. Het gaat de goede kant op. Alleen ja, het heeft nog tijd nodig om bepaalde vormen aan te nemen, laat ik maar zeggen. Het zijn positieve kaarten, dus heb daar vertrouwen in. Dus naar datgene waar je heen wil, het heeft tijd nodig. Heb geduld, zeggen we de kaarten. En blijf gaan zoals je nu gaat. Het is goed waar je nu mee bezig bent op dit moment. Dus blijf gewoon dat gewoon volhouden. Blijf daar nog meer in groeien. Blijf daar nog meer je netwerk daarin in verder te ontwikkelen voor jezelf. En dan kom je er wel. Je komt er zeker wel. Want kijk, aan het einde van dat pad zie je dus ook een en al zonlicht. Spiritualiteit. Nou ja, ook het zonlicht, hè, wat je ziet. Dus weet je, het komt heus goed. Alleen het heeft echt gewoon tijd nodig. En spiritualiteit in jezelf heeft ook tijd nodig. Heeft tijd nodig om te kunnen groeien. Van binnenuit naar buiten toe. En hoe je het gaat neerzetten voor jezelf. Dus ja. Ik heb dat zelf ook al moeten horen van jongs af aan, altijd van ja, ik heb tijd nodig, heb geduld. Dat hoor ik nou nog steeds. Dat ik geduld moet hebben. Maar dat heeft ook wel weer iets moois. Want op een gegeven moment zie je dus wel iedere keer weer, als je weer 5 stappen vooruit bent, dat je ineens wel weer ineens die groei gaat zien. En dan heb je weer het vertrouwen. Dan ga je weer verder. En dan weer, snap je? Dus het bouwt zich op tot het uiteindelijke doel. Wat je uiteindelijk kan gaan bereiken wat je wil. Yes? Dat is voor jou, Monique, alsjeblieft. Even zien hoor. Otwina.
Jij wilde ook de kipper. Zijn er nog nieuwe mensen binnengekomen? Even kijken, Mariko is de laatste. Tag mensen, ik zit er nu ook echt voor. Ik heb ook nu de tijd aan mezelf. Ik ben al bijna een uur online, jongens. Echt een uur online. Echt een uur online, jeetje. Mariko was de laatste die binnenkwam. Dus mocht je andere mensen nog een kaartje gunnen, tag die mensen hier. Dus. Leuk. Marieke, als je het leuk vindt, want ik ben een tijdje offline geweest, 2 maanden. En niks te danken, Monique, alsjeblieft. Ik ben 2 maanden niet online geweest, want normaal gesproken ben ik echt elke week wel online. Dan wel live, dan wel met een weekkaartreading, gratis. Maar ik heb heel veel dingen privé gehad met mijn moeder, met het overplaatsen naar een wooneenheid. Nou ja, ik denk dat de meeste mensen daar wel de ervaring mee hebben hier. Dat kost tijd, verhuizing, huis helemaal uitzoeken, uitruimen, noem het maar op. Dus vandaar. Maar mocht je dus inderdaad op de hoogte willen blijven, Marieke, ik zou zeggen van volg mij op deze pagina. Klik dus gewoon op het duimpje, zou ik zeggen. Vind ik leuk en volgen. Dan ben je altijd gelijk op de hoogte wanneer ik online kom. Yes? Oké. Oké. Ortwina, ik ga voor jou eventjes een kaartje vragen. 3 kaarten. Oké, gidsen en engelen, alsjeblieft. Mag ik 3 kaarten voor Ortwina, voor de energie? De komende tijd. Wow. Het zijn een beetje erg veel kaarten. Nu waren er een stuk of 10. Mag ik alsjeblieft nog 1 kaart voor Ortwina? Mag ik alsjeblieft nog 1 kaart? Oké. Okay. Ortwina. Oké. Okay. Sta je op het punt, Ortwina, om voor jezelf te bedenken dat je wil gaan veranderen qua werk? Ik zie wel dat je op dit moment wel werk doet wat je heel erg leuk vindt. Maar ik zie ook verandering. Ik weet niet of dat inderdaad speelt op dit moment bij je. Daarnaast heb ik in het midden heb ik de gift card heb ik liggen. Dat betekent eigenlijk dat er iets jou geschonken wordt. Zo, hallo, geschenkt. Dat is geen Nederlands, smits. geschonken wordt. Kaart 17. Ik heb zeker het even in mijn aantekeningen nog. Ja, staat ook voor klein geluk, nieuwe kansen. Dus ik weet inderdaad niet of dat jij aan het kijken bent dat je iets wil gaan veranderen in je situatie. Het staat vooral voor werk eigenlijk. Je ziet ook, die vrouwspersoon die vindt het gewoon leuk om achter een naaimachine te zitten. Heeft het ook echt naar de zin, heeft het ook gezellig gemaakt, gewoon in huis. Dus ik weet niet of jij bezig bent met te kijken voor verandering op gebied van werk. Want die verandering kan dus gaan plaatsvinden voor jou. Dat je dus inderdaad iets als een geschenk op je pad gaat komen. Waardoor wel die mogelijkheden zijn voor jou. Dus mocht je inderdaad willen veranderen. Of dat je er al mee bezig bent, dat weet ik niet. Ik weet niet of je daar iets over kan loslaten, Ortwina. Het heeft met werk te maken in ieder geval. Er komt iets op je pad, er wordt je iets geschonken, een nieuwe kans. En dat kan jou veranderingen geven. Dus ik weet niet of dat voor jou... je bent bezig met een proces tegen een foute bewindhoede. Je meent het, oké. Nou ja, ik denk dan toch dat er dan toch iets naar boven gaat komen, op wat voor manier dan ook, qua nieuws. Ja, nou, dat daar dus echt wat duidelijk een verandering in gaat komen. Dus ik zie dat zeker heel positief hoor. Kijk even voor de zekerheid of daar nog een tijd in mijn aantekening staat. Nee. Maar even kijken, periode. Nee. Maar het is echt wel duidelijk dat er echt iets naar boven komt poppen, laat ik maar zeggen. Waardoor de situatie zodanig verandert.
dat proces ook echt wel ja, ten goede gaat komen. Dus die verandering gaat komen. Ik weet even niet in welk tijdsbestek, maar het is wel al bezig in de energieën. Dus dat is heel positief in ieder geval. Die verandering gaat komen. Ja, Edwina? Top zeg, leuk. Mooi echt wel weer die kaart hoor, altijd. Jeetje, echt waanzinnig. Wow. Ja. Marieke, had jij voor jezelf al bedacht van welke kaartset je graag een kaartje wilde? Van de Lennemal of van de kippenkaarten? De laatste kaarten, dat waren de kippenkaarten. Nou ja, dat is dan misschien weer heel mooi. Want wie weet, komen er nog meer mensen. Wie weet, heeft de gift te maken met dat er toch nog meer zaken naar voren gaan komen. Waardoor dus die persoon juist weer meer, ja, weet je wel, nog meer eigenlijk dat hij zijn positie kwijt gaat raken. Dan laten we dat maar hopen. Want ja, als hij zijn werk niet goed doet. Ik heb ook een vriendin gehad, inderdaad, die haar absoluut niet goed ondersteunde op geldgebied. Weet je wel, als je dan zo iemand inderdaad dan heel duidelijk kan aangeven, je doet je werk niet goed, dus eigenlijk mag je het ook niet meer uitvoeren. Nou ja, beter vind ik, want ik bedoel, financiën zijn wel heel erg belangrijk voor mensen, dus vandaar. Marieke, je weet het niet, mag kiezen. Nou, dan doe ik toch nu de Lennemann. Ik heb nu al een paar keer de kippen gedaan. Yes. Oké, ik ga ze even shuffelen voor je, de kaarten. Even shuffelen. Ja. En ik ga vragen voor Marieke, aan de gidsen en engelen, mag alsjeblieft 3 kaarten. Mag alsjeblieft nog 2 kaarten, voor de energie voor Marieke. Mag alsjeblieft nog 1 kaart. Oké. Ik ga even kijken, mijn aantekeningen, Marieke. Is het op dit moment dat jij voor jezelf aan het piekeren bent ergens over, dat je even niet weet welke stappen te kunnen ondernemen? De wolken geven ook aan zorgen. De wolken geven wel aan van, eigenlijk is het niet nodig, want ja, weet je, na regen komt zonneschijn. Je ziet de zon al komen uit de wolken. Dus durf te vertrouwen op je eigen intuïtie dat het heus wel goed komt. Misschien nog wel hindernissen voor jezelf. Maar weet dat je dat echt kan overwinnen voor jezelf. Daarnaast heb ik de ruiker. De ruiker die staat dus voor. Dat er dus inderdaad een oplossing kan gaan komen voor jou. Er kan een oplossing voor je komen, Marieke. Een soort van geschenk moet ik maar zien. Zoals mensen ook ineens onverwachts bloemen sturen naar iemand. Maar het kan op wat voor gebied dan ook zijn. Dat zorgt er dus voor dat die zon wat meer gaat schijnen voor jezelf en dat je niet meer zoveel hoeft te gaan piekeren. Eigenlijk heel kort maar krachtig. Dat is echt alleen normaal, hè? kort maar krachtig de woorden voor jou. Ja. Weet je, er komt verandering aan voor jou. Waardoor je er beter in je vel gaat zitten en dat je dus minder zal gaan piekeren voor jezelf. Dus dat je wat meer beter in je vel gaat zitten, wat meer kan gaan ondernemen voor jezelf. Dat je het weer duidelijker voor jezelf gaat zien. Wat helderder in je hoofd. Weten van hoe of wat. Ja, het was heel erg kort, Marieke, maar het waren jouw kaarten. Ik hoop dat het een ondersteuning geeft voor je. Dus weet dat er gewoon iets positiefs komt op je pad. Ja, dat weet ik niet. Dat gaf deze kaarten niet aan. Als ik daar dieper op ingaat, ik geef wel kaartreadingen 1-op-1. Maar die zijn niet gratis. Dus je kan dan eventueel kijken, als je dat wil. Even kijken hoor. Plop, 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 plop. Dat geldt voor iedereen, hè? Mocht je inderdaad een persoonlijke vraag hebben, wil je graag een 1-op-1 reading. En we kunnen ook iets afspreken dat het live is eventueel. Want bij Facebook hebben we natuurlijk een chatroom nu.
Dus dan kan ik je uitnodigen en zijn we gewoon één op één. Dan kan je ook eventueel wat meer door durven jezelf te openen. Kan je ook directe vragen gaan stellen en kan ik daar wat meer. Yes. Dus kijk gerust even rond, Marieke. Je bent nergens toe verplicht. Absoluut niet. Want ik wil echt niemand. Ik ben absoluut geen marketing of zo. Voel goed voor jezelf aan wat voor jou resoneert. En volgens mij ben ik niemand meer vergeten. Is het wel zo? Geef het alsjeblieft aan. Volgens mij niet. Want ik heb volgens mij iedereen op mijn papier hier. Heb ik gehad, volgens mij. Volgens mij wel. Nou, was wel hartstikke leuk om met mijn trouwe volgers weer gezellig even interactief bezig te geweest te zijn. Ik ben ruim een uur online nu. Ik ga stoppen. En ik hoop binnenkort weer met een weekkaartreading te komen. En mochten jullie het leuk vinden, geen dank Marieke, zouden jullie het leuk vinden, want ik heb eigenlijk nog geen respons daarop teruggekregen. Ik heb ooit één keer heb ik voor voor de astrologie, voor de sterrenbeelden heb ik kaartleggingen gedaan. Die staan ook op mijn YouTube kanaal. Ik had de vraag gesteld van of dat jullie het leuk vinden dat ik dat vaker zou gaan doen. Ik heb toch geloof ik maar één of twee antwoord van mensen gekregen. Dus laat het me weten als jullie dat leuk vinden dat ik een maandreading doe. Elke maand voor alle sterrenbeelden. Geef het eventjes door aan mij, want dan ga ik dat ook weer oppakken. Nou, bij deze ga ik het afsluiten. Jullie nog een hele fijne zonnige dag. Het is lekker 4 uur, dus er is nog een lange dag te gaan. En ik hoop jullie volgende keer weer in goede gezondheid terug te zien. Yes? Oké, veel groetjes. Doei doeg!